werken wij één keer in de maand. En dat is eigenlijk voor de mindere, mensen wat met minder geld hebben, materiaal die kapot zijn, die normaal gesproken weggegooid worden, in de plastic afval komen, maar die misschien nog een tweede leven eigenlijk mogelijk hebben. En er zijn een aantal mensen die zijn bereid om dat soort spullen te gaan repareren. Op een zaterdag is er een team van een elektroman, een computerman, een timmerman, een fietsenmaker. En die komen dan hier en dan kunnen de mensen gewoon vanuit de huizen kunnen langskomen om die spullen te laten maken. Het is weinig geld, een fietsenmaker is duur. Nou, weggooien, dat is weer afval. Dus dat is een heel mooi concept om, spullen weer een tweede leven te geven. Die mensen die repareren, die nemen zelf hun spulletjes mee. We maken reparaties op spulletjes. Maar en er is een meneer die met elektra heel veel doet. Die kan een strijkijzer maken. Die heeft schroevendraaiers en alle spulletjes bij zich. En zo proberen we elkaar een beetje te helpen eigenlijk. Van de manager tot zelf. In dit wijk hebben we daar veel Geven Name Shop, dat is ontstaan door één persoon die met dat idee kwam. Of in ieder geval, die gaf aan dat ze het leuk vond om oude spulletjes, rommelmarkten. En zij wilde heel graag meer doen, meer contacten hebben. En toen ontstond het idee van een Geven Name tafel in eerste instantie. We zijn nu anderhalf jaar verder en het is een team van 16 mensen. Het is geen tafel meer, maar het is nu een hele shop geworden. Het is ook verspreid naar andere locaties in de huizen, andere wijkcentra's. Dus ook in de Boni is er een speciale kinderafdeling. Waar de Geven Name Shop staat. En dat doen ze allemaal met heel veel plezier en heel veel passie. Het is op maandag, dinsdagochtend open van 11 tot half 1. En woensdagmiddag van 2 tot half 4. En bezoeken zo'n 30 mensen op een ochtend deze winkel. En dan wordt er ook vaak even een kopje koffie gedronken in de ontmoetingsruimte. En daar staat dan ook weer de Russische taart van de Russische mevrouw. Die weer met haar passie daar die taarten bakt. En volop gezelligheid en plezier. Er is ook een vreubelfabriekje ontstaan. Er is hier een meneer die is onderwijzer geweest en die biedt aan om mensen met de taal te helpen. En dat doet hij ook op een hele leuke manier. Hier iemand die thuis is in twitteren en die geeft twitterles. We hebben ook iemand die goed met computer om kan gaan. En die biedt computerles aan. En ook daarin, boven hebben we een computerruimte. En ook daar gaat weer zonder geld. En daar zit dan weer iemand anders in die zegt van ik kan heel goed schilderen. En ik vind het wel leuk om een schilderworkshop te beginnen. En dan begint hij een schilderworkshop. En dan doen weer andere mensen mee. En sommige mensen die daar bij de computercursus zitten doen daar ook weer mee. Nou, en hier zie je dan wat gevraagd wordt. Hier is ook iemand en die maakt een boekje. EBW'tjes heet dat, tweetjes. En die vraagt van goh, wie vindt het leuk om moppen bij elkaar te verzamelen voor mijn boekje. En dat is de moestuin. Hier hebben we iemand die, waar we op zoek naar zijn, is iemand die tekstschrijver, die dat leuk vindt om te doen. Spelletjes, een blinde meneer die heel graag met iemand anders spelletjes zou willen doen. Die biedt dat aan. En daar is ook alweer iemand voor die dat wil doen. Alles kan.